Hi, goeiemorgen, middag, dag. Even een stukje. Zo. We gaan gewoon even met make-up spelen. Nog steeds de Catrice Cleaner die Vitamin C Fresh Glow Primer. Ik ga maar niet op. Ik weet niet wat dat is, maar er zit ontzettend veel product in. Doekje om mijn handen afvegen. Nou, we gaan gewoon even kletsen. Vorige week was een slechte week voor mij. En dat klinkt heel dramatisch en dat is het niet. Maar de kat is dood. Vorige week, hij was al een paar dagen niet thuisgekomen. En vorige week zagen we dus, tenminste zag Wessel, een oproep op Facebook. Of iemand die deze zwarte kat kende. Met een wond op zijn wang. Nou, die kenden wij wel. En hij bleef wel vaak een paar dagen weg, weet je. Wij woonden vlakbij boerderijen. Dus dan, dat is hier aan de andere kant van de straat. En dan gaat hij lekker op muizenjacht en zo. Nou, dat moet hij allemaal lekker zelf weten. Als hij die muis... Die eet hij ook op trouwens. Niet altijd, maar hij eet ze heel vaak. Hij at ze heel vaak op. Die is op de lens. Hij is hier in de straat gevonden bij buren achter ons. In de tuin. Hij is aangereden. Ja. Dit was onze kat. Ik heb er nog twee hoor. Dat maakt niet uit. Maar dit was een echte knuffelkat. Vanaf, hij was 6,5 inmiddels. En vanaf het eerste moment dat hij hier kwam, kroop hij bij me. Als kitten al. Toen, op het moment dat Dennis en Wessel hebben hem gehaald bij een klasgenootje van Wessel destijds. En vanaf het moment dat ze hem binnenbrachten, liet ze hem los, kwam hij bij mij zitten. En dat heeft hij al die jaren volgehouden. Dus ik ben wat dat betreft best... ik ben er best even van slag van geweest. Niet dat je leven stilstaat of zo, maar ja, een beetje van slag. Ik zit ondertussen in mijn laten kijken en denk welke foundation zal ik gaan gebruiken. Ik ga op zich niet zo heel veel doen vandaag. Zullen we de Essence doen? Dat heb ik dus meegemaakt vorige week. Nou ja, is op zich minder leuk. Maar goed, het hoort bij het leven. En als je dat niet wil, dan moet je je katten binnenhouden. Weet je, het is het risico wat je neemt als je je katten naar buiten laat. En er zijn hier heel veel katten die buiten lopen. Wij wonen in een heel klein dorpje. Dus, dit is trouwens de Fresh & Fit Foundation met een vitaminecomplex. Dat is de, ja, reformulated versie. Die heeft niet zo heel veel dekking hoor. Ik moet zeggen, ik vind het, sorry, op zich wel een fijn foundation. Hij geeft een beetje een glow. Een beetje natuurlijke finish, laat ik het zo zeggen. Ik heb nog niet eens een vol pompje gebruikt. Ja, nou. Nu wel, denk ik. Dat zit er nu op. En dan is dit het resultaat. Ik gebruik nooit... Ik zie wel eens van die filmpjes met mensen die hebben echt gewoon 6, 7 pompjes. Dan moet ik altijd gelijk aan dat Meredith Duxbury denken. Met dat 10 pompjes foundation. Wat ze er vervolgens ook weer afhaalt. Dus ik snap het niet. Maar goed. Iedereen moet het zelf weten natuurlijk. Concealer. Ik vind de IRL concealer van Revolution echt een hele fijne. Ik vond het natuurlijk de...
Ja, de foundation wilde ik heel graag fijn vinden. Maar dat was hem niet, zeg maar, voor mij. Ik doe het altijd boven mijn wenkbrauw, omdat ik hier heel veel rood heb. Ah, kijk, die rode vlekken, die zijn best oké. Okay. Ik zit gewoon met mijn foundation brush. Ik moet gewoon... Deze draagt bij mij ook echt heel goed. Ja, is gewoon niks mis mee. Ik neem ook de IRL poeder even voor het afpoelen van de onderogen. Niet voor de rest van het gezicht. Maar goed, verder hebben we nog twee katten hoor, nu over. We hadden er vier uiteindelijk, maar Oesa, dat was een andere kat. Die is een paar jaar geleden aangereden. Verder ook op de provinciale weg. We gaan de Balm Glow gebruiken van Revolution in de kleur Bare Pink. Die was nog niet open. En dan hebben we Guus natuurlijk, de Berner zeg maar. Ja, het is heel lichtjes. We gaan even kijken. Deze. Ik heb ook een ontstoken schouder. Aan de linkerkant. Ik vind het wel grappig. Waarom dat in zo'n tinnetje komt, moet je kijken hoeveel product je hier krijgt. Dat vind ik echt een beetje... Weet je waar het naar ruikt? Het ruikt naar strepsels. Heel apart. Ineens denk ik, strepsels. Nou vind ik strepsels niet vies ruiken op zich. Ja, Bare Pink. Leuke kleur. Ik ben benieuwd of er iets van overblijft zometeen als ik het gepoederd heb. Ik weet nog niet wat ik van de verpakking vind. Als ik heel eerlijk ben. Guus, de oude Berner, hebben we natuurlijk nog. En dan Lulu de Husky. Dennis zou het liefst een dierenopvang beginnen. Guus is vorige week 11 geworden. Dat is natuurlijk voor een Berner echt. Een Berner Sennehond, maar ik zeg altijd gewoon een Berner. Echt heel oud. Maar goed, dat hadden we niet verwacht. We hadden twee Berners. Eef. Dan heb je gelijk de referentie naar dit kanaal, zeg maar. En die overleed toen ze 6 was, wat het normale leven is voor een Berner. Aan de maagdraaiing. Ja. En ja, nou ja, goed. We zijn op zich wel gek op huisdieren, maar... Soms is het even zitten tegen. Ik heb deze sticks van Revolution. Waar ook het plastic nog omheen zit. Dit is een... Dit zijn eyeshadow sticks. Het is een beetje een soort rose glow. Ik dacht dat hier aan het einde ook iets zat, maar het is dus niet zo. En deze
pak even mijn mesje erbij, want ze gaan niet allemaal even makkelijk open. Deze is ook een stick. Beetje roze. En dan aan de andere kant zit een liquid. Oh, die is wel mooi. Oh, zullen we die gebruiken? Ja, laten we dat doen. Gewoon één kleur. One and done. Even. Leuk. Ja. Heel leuk. Je hebt genoeg tijd om er even mee te werken. Heel leuk. En dan ga ik die andere, de stick variant, doen we even hieronder. Heb ik laatst geleerd, hè? Ik heb natuurlijk overhangende oogleden. Dus dan doe je zo'n streepje en dan zet je hem in de ogen. Dan doe je ogen dicht en dan flik je hem. En dan sluit je hem heel mooi aan bij de hoeken. Leuk product. Even. Nou, dat moet ik zo even met een nat doekje van mijn hand afhalen. Want. Leuk. Leuk. En verder. Verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel meegemaakt. Het was natuurlijk ook een beetje saai vorige week. Woensdag heeft Dennis hem opgehaald. En verder hebben we niet zoveel gedaan. De auto moest naar Carglass, want we hadden een scheur. Wes had een steentje op de ruit gehad, maar daar kan hij natuurlijk ook niks aan doen. Kost €150 eigen risico, hè? Belachelijk. Maar ja, het ging over de dieren. Guus, ja, oude Berner. En dan Lulu, die hebben we. Die is nu 2. En die hebben wij, zeg maar. In oktober hadden we er een jaar. Dus iets. Bijna zeg maar 1,5 jaar zo. Ze is in januari 2 geworden. En dat is een reddingshondje. Ja, weet ik niet. Ze komt officieel volgens mij uit Hongarije. Daarvan weten we eigenlijk niks. Behalve dat ze een Hongaarse chip had. Ze is met 4 maanden oud. Is door de eigenaar achtergelaten bij een dierenarts. En gewoon echt zonder informatie. Zoals ondervoed. Het vermoeden bestaat dat ze mishandeld is. En de bangheid en zo. Ze heeft natuurlijk enorme verlatingsangst. Inmiddels trekt ze hier wel bij hoor. En gaat ze ook kwispelen en knuffelen en zo. Beetje praten. Zoals een echte husky betaamt.
God, een leuke look vandaag. Ik ga eerst even mijn handschoen maken. Ze is al goed aangekomen en zo. En ik weet niet of je die trauma's ooit echt helemaal uitkrijgt. Weet ik niet. De dierenarts waar ze achtergelaten is, ja, die wist eigenlijk helemaal niks van. Ze stond er gewoon ineens. Weet ook niet helemaal precies hoe dat gegaan is. Zo'n dierenarts met ook zo'n winkel aan vast. De dierenarts had er in eerste instantie gedacht van ik hou er zelf. En die had haar een hele aparte Finse naam gegeven. Dat vonden wij een beetje een rare naam. Maar ja, wisten ook niet hoe ze van origine natuurlijk heette. Hoe ze in Hongarije heette. Hoe ze bij die andere mensen heette. Niemand weet het. Dus toen hebben wij er Lulu genoemd. Dat is dan een beetje de afkorting van... wat dierenartsen genoemd had, zeg maar. Dus nou, dat op zich is dat prima. En dat waren de dieren eigenlijk. Meer dieren hebben we niet. Alsof er niet genoeg is. Ik probeer even mijn lippotlood te slijpen ondertussen. Nee, dat gaat ook niet helemaal goed. Waarom lukt dat niet? Misschien omdat ik het in de verkeerde gat had. Wat is dit nou voor iets raars? Waarom gaat dat niet? Ik heb nog een andere. Ja, die doet het wel. Ik heb een zoon. Het is ook een soort huisdier. Dit is een Colourpop lip pencil. Ik overlijd altijd een klein beetje. Hij is dus het weekend wezen stappen. En dan neemt hij natuurlijk Dedehand mee en dat soort dingen. Want dan blijft hij bij een vriend van hem slapen. Nou ja, ze bleef met een hele groep daar slapen deze keer, maar... Ze stappen altijd in Amsterdam en Amsterdam is voor ons zeg maar 3 kwartier. Nou ja, en hij kan natuurlijk niet met de auto. Want ja, dan kan hij niet. Dit is een hele mooie cool-toned nude lippotlood trouwens. Hij kan natuurlijk niet terugkomen dan. Dus dan gaat hij met de auto naar de jongen, die woont vlakbij Purmerend. En dan gaan ze vandaar naar Amsterdam en dan delen ze een Uber terug en dan slaapt hij daar. Maar dat geeft niet. Maar nu heb ik mijn deodorant weg. Mijn shampoo was gebruikt. En dan mijn shampoo. Ja, iedereen heeft altijd over deze lippenstiften. En ze zijn heel goed hoor. En dan zie ik het. Zoals bij Kelly Strack of iets dergelijks. En dan... Lijkt die heel mooi nude. En dan bij mij, denk ik, het slaat gewoon oranje uit. Waarom doe je dat? En dan weet ik nu niet of dat, zeg maar, mijn ik hou niet van oranje lippen is... Of, nou ja, goed.
Nou ja, het viel nogal mee dat hij zijn dekbed en zo dat gelijk had opgeruimd toen hij thuis kwam, want dat doet hij normaal ook niet. We gaan de glowish poeder gebruiken. Dat is bijna vergeten te poederen, zeg. Niet dat het heel erg nodig is, maar... Even in mijn spiegel kijken weer, hoor. Maar het was wel heel shiny nu, hè? Een beetje shiny, oké, maar... Weet je wat is als je dik bent? En we gaan niet lullig erover doen, hè? Ik ben gewoon dik. Tell me what's new. En je ziet er te dewy uit, zeg maar. Dan is al gauw zo een beetje zweethoofd. Maar ja, door mijn leeftijd kan ik het ook niet hebben, zeg maar, om heel erg mat door het leven te gaan. Dus een beetje dew is wel lekker. Dit is de Milk Hydro Spray. Oh, zo. Eigenlijk heb ik dus nu alleen nog maar verteld over mijn kat. Nou ja, goed. Dat is ook het ergste wat ik heb meegemaakt. Dit wordt hem vandaag. De stay at home. Makkelijk look. Maakt niet uit. Heb je ook wat te vertellen? Doe het dan in de comments. Even. Ja, op een of andere manier is het nooit klaar voordat je oorbel in hebt. Hebt u dat ook? Is het... Maar dan moet het wel lukken. Er zat een velletje tussen. Dat kan dus bij je oren blijkbaar ook. Zo. Klaar. Lekker gewoon een simpele knot in. Ik hou ervan. Dit is een beetje mijn go-to. Ja, ik zal nog heel even wat losse haren achterin vastmaken. Want daar heb ik dan weer wel een hekel aan. Als er dan haren van die nekharen, ja, of zo'n bobbel zo in je haar. Dan. Oké, ik moet nu zeggen, nu ik die lippenstift langer op heb. Ja, vind ik het wel mooi. Ik hou van nude lippen, dat weten we allemaal inmiddels. Ja. Dit is een grappig product. En deze is echt verbazingwekkend mooi. Het lijkt ook heel oranje op beeld, is mijn gevoel. Maar dat is het niet hoor. Het is echt een beetje rosé. Ik heb normaal nooit van die sparkelende ogen. Het is wel heel blauw nu. Ja. Ach ja. Ik ga naar beneden de hondengezelschap houden. En dan, dit gebeurt er als het licht uit is. Hi. Ja, dat is niet, ja. En dan gaan we aan de dag beginnen. En dan zie ik jullie binnenkort weer met lijkt me of het hier dikker is. Dat is niet zo. Maar ik heb me vannacht zelf in mijn gezicht geboinkt. Ik zie jullie binnenkort... Ja, dat echt... Het gaat alle kanten op. Sorry. Sorry. Ik heb een super hekel aan als... YouTubers dat zeg maar zo van, sorry dat je geluid van buiten hoort en zo. Dan denk ik, waarom? Ik bedoel, je leeft en je buren moeten ook leven.
En niet iedereen kan rekening houden met het feit dat jij aan het filmen bent. Maar dat ik alle kanten op ga nu, ik weet het niet. Ik zit denk ik nog niet helemaal lekker in mijn vel vanwege Azrael de kat. Komt helemaal goed. Ik bedoel, we gaan gewoon verder. Ik ben geen klein kind. Maar ik was nog niet helemaal klaar met rouwen om een nicht van mij die in augustus overleden is. En dat had heeft nog steeds een hele grote impact op mijn leven. Maar goed, dat is een verhaal voor een andere keer, denk ik. Ik vind het leuk dat je gekeken hebt. Sorry van alle ellende en zo. Dat was niet helemaal de bedoeling. Maar goed, soms loopt het zo. En ik wilde toch even vertellen waarom ik er vorige week eigenlijk gewoon niet was. Omdat ik lekker even in mijn kalkonnetje sippig zat te zijn. En nu zijn we er weer gewoon en we gaan gewoon verder. En dan zie ik jullie graag bij de volgende weer. Dankjewel voor het kijken. Doei!